De GS ga ik vandaag weer op de weegschaal zetten. Hij staat daar onder de doeken. Hij is verkocht, dus ik ga er niet meer mee rijden nu. Stel je voor dat ik er nu een accident mee doe of zo. Ik ben direct terug. Ik ga gewoon de motor erop zetten. Hij zou moeten standaard. Ik denk dat alles, alle opties die erop zaten, zijn er wat af. Is dat standaard eigenlijk? Zelfde GPS hangt er niet aan. Het is wel een full option, dus op zich zal dat. Allee, de dingen like die quickshifter en zo, dat weegt allemaal. Hè. En ik veronderstel, als ze een beetje slim zijn, zetten ze het gewicht van de kale versie op hun website. Op de website staat er 238 kilo. Mijn eigen Zero is ook terug, daar komt ook nog een video van. Het is goed verlopen, ik ben er content van. De standaardversie, dat was 3 kilo zwaarder. Dat was 223 in plaats van de 220 op de website. Deze, ja, er hangt ook wel wat vuil aan, zo, maar het is niet... Kijk, de banden zijn een beetje vuil, voor de rest is hij redelijk proper. Wat hangt er aan? Ja, kijk, zo daar hangt er een verbreder aan als optie. Maar ik denk dat... en die crash, dat zal het zwaarste zijn dat er aan hangt. Die crashbars van Touratech. Ik ga je er niet af aan, die zijn mee verkocht. Het is te veel werk om die eraf te halen, om gewoon te wegen. Ah, en hier zitten er ook nog stuurverhogers op. Voor de rest is dat eigenlijk allemaal... Allee, full option, maar standaard. En volgens de website is het dus 238 kilo. Maar ik zeg het, ik verwacht alleen al omdat het een full option is, verwacht ik wat meer gewicht. Ik heb er ook de standaard uitlaat op en zo. Is dat leesbaar zo? Dus 121 staat erop, denk ik, ja. 121 kilo op de achterkant. Een brandstofmotorfiets is typisch meeste gewicht op de voorkant, omdat de motor naar voren ligt. Ja, maar je ziet, de motor ligt naar voren. Ah ja, nog iets dat er... Het zijn heatwielen in plaats van... maar dat is minder gewicht. Spaakwielen, like die daar staan, en toekske. En die zijn normaal gezien... Ze zijn sterker, maar normaal gezien ook zwaarder. Ik zou een muziekje moeten hebben om het een beetje spannend te maken, hè. Ja, u staat er weer op. En nu op met die dikke cilinders. Ik ga je daar niet aan kunnen, zeker. Ah, 123,6. Dat is zichtbaar, 123,6. Dus juist was het 121 nog iets zeker. En nu heeft het 123, is 240, 44. Ja, 245 of zo. Dat is wel... Er zit naft in, is klaar om te rijden. Hoeveel naft zit erin? Ik ga nog kijken hoeveel naft dat erin zit. Maar in principe kan ik ermee gaan rijden. Zo. En zo hier, die er zit maar voor de helft naft in blijkbaar. Maar ja, met de helft naft kun je rijden. Hè. Je kunt even ver rijden als met die elektrische motorfiets, met de half naft met deze. Dus ik ben alweer vergeten wat ik gezegd heb. Het was 238 is het volgens het boekje. En ik zat nu aan 244, bijna 245. Ik denk 244,7 of zoiets. Dus pakt afgerond 245. Dat is eigenlijk wel niet slecht. Als je bedenkt dat er daar nog van die baars aanhangen. En dat het een full option is, dus dat er wel redelijk wat extra opties aanhangen. Nee, ik vind dat niet slecht. Ik verschiet ervan.